ik ben Paul van Geel. Ik heb de opleiding sportverzorger met de specialisatie wielerverzorger gevolgd bij Sintra. En ik verzorg voornamelijk wielrenners. En Seves, een van de mannen die op bezoek komt, is Stig Broeks. Hey Stig, kom binnen. Ik ben 16 jaar zelf actief geweest als wielrenner. En een van mijn dromen was om met jonge renners te kunnen werken. En ik was zoal wat op mijn eigen beginnen masseren en zo, maar dat is niet voldoende. Een beetje hoger, Stig. Ik wou iets meer. Dan ben ik bij Sintra terechtgekomen via een kameraad. En daar heb ik heel veel geleerd. Anatomie, fysiologie, voeding. Om de job te kunnen doen is dat echt noodzakelijk. Hè. En het weekend de koers gedaan, Paul? Jawel. Goed, hè. De verzorger doet het niet slecht aan. Het zijn de mannen en Stig. Ja, maar ja, toch. Al een beetje zelf. Hè. De verzorger is een belangrijke rol. De verzorgers zeggen altijd de coureurs. Het is de coureur die aan toe. Maar we weten zelf als coureur zijnde dat zonder de verzorger het ook moeilijk zou gaan. En het is niet alleen masseren, het is ook praten, psychologie. We mogen niks tekort komen, alles moet geregeld zijn. Vertrouwen. Dat is dikwijls heel belangrijk voor een renner om goed te presteren. En gaan we draaien een Stig. Ja. Ik ben broekvet in de broek, jongens. Ja, voor mij. Heel belangrijk voor het comfort van het zitvlak van de renners. Anders kunnen ze wonden krijgen van het lang zitten en posten. Jongens, op 50 kilometer staan ik de eerste keer. Hè. Jongens, succes, hè. Ze zijn vertrokken. Ze gaan naar de start nu. Ik doe deze job heel graag. Ik ben zelf actief geweest in het wielrennen. En er is een tijd van komen en gaan. De tijd van gaan was gekomen als actieve wielrenner. Nu is er terug een tijd van komen en dat is dan als verzorger. En ik hoop dat ik dat nog lang mag blijven doen, want dit is echt mijn ding. Hopelijk doen ze het goed. Dat is voor de verzorger ook altijd plezant. Als we straks hier naar het podium kunnen begeleiden. Hè. Ik denk dat alles in orde was. Ze hebben alles wat dat nodig had gekregen. Voeding, eten, benen zijn gesmeerd. Normaal moet dat lukken vandaag.